We zijn hier bijeengekomen om een historische partij mee te maken van de heer Hein Veldhuis tegen het roemruchte programma Mark 6 van Saïsjes. Grote concentratie van Veldhuis, die zich beslist niet wil laten ringeloren door deze machine. Ja? Hij doet mij na, zie je dat? Met andere woorden, hij kopieert de witte stelling. Hij hoeft niet zelf na te denken, maar hij kopieert mijn stelling. Ja. Dan denkt hij dat het gelijk blijft. Ja. Zoiets. Ja. Dat is psychologische oorlogsvoering. Komt helemaal goed. Zal hij ook wel weer spaard zetten? F3. Als het nou een beetje creatief is. Speelt hij ze lopen? Ik ga het langzaam opbouwen, hè? Die loper hier naartoe. Ja, bijvoorbeeld. Loper G4, zou kunnen. Wat is die computing? Paard. Ja, hij geeft alleen nu aan de laatste zet die ik gespeeld heb. Paard G1, F3. Ah, nee, hij speelt zijn loper hierheen. Oké, okay, dat kan ook, ja. Ja. Geen schot, loper. Vier paardenspel. Nee, loper. Loper D3. Speelt hij nog steeds boekopening? Zonder dat hij het zelf weet? Ik denk dat hij aan het rekenen is. Kun je dat ergens terugzien? Of dat hij uit zijn boek... Nou, want ik denk als je een boek zet, doet dat hij meteen reageert. Dus hij is aan het rekenen. Want net ging ja, maar hij kan per ongeluk het boek spelen, bedoel ik. Oh, terug, na het rekenwerk. Dat het terug in het boek is. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon nu aan het spelen is. Zelf aan het rekenen. Je kan nu ook al de stellingswaardering meteen zien, hè? Waaraan? Als het goed is, staat het in het scherm. Of misschien moet ik op een toets drukken. Nee, hoor. Hij slaat hier mijn loper eraf. Loper slaat D3. So far, so good. Ja. Ik ga rokeren. Heb je zelf al een keer een partijtje tegen de MK6 gespeeld? Ja, ik heb twee keer gespeeld. En, oh, ik heb daar nog een interessante opmerking over. Ja. Dat heb ik ook bewaard. In mijn partij speelde hij een hele slechte zet. Kan je de informatie nog wel even mailen? Ja. Waarbij hij gewoon een stuk weggaf en toen crasht hij. Oh, ja, dat heb je al naar mij gestuurd, geloof ik. Ja. Paard slaat D4. Ja, klopt. Ja. En toen was het, hij sloeg zijn eigen stuk? Of nee, dat niet, maar hij gaf zijn paard gewoon weg. Oh. En daarna crasht hij. Dus moet ik nog even bekijken hoe dat nou kon. Nou, heel bijzonder, je kunt het hier zien, hè. Hij kan dus rokeren, nu. Ja. En er branden dus vier lampjes. Ten teken dat hij wil gaan rokeren. Als dat maar goed gaat. Ja. Ik zou zeggen, voer de koningszet uit. We zullen eens even gaan kijken. En inderdaad. Oh. Ja, nu heeft hij hem goed. Had je het gezien? Je moet hem goed centreren. Ja, ja. Ja, met alle lampjes uitgaan. En heeft hem ook daar in zijn display staan nu. Ja. Maar in feite heeft hij wel gelijk. De vier lampjes laten branden. Want alle velden, die moeten bewogen worden. Op het moment. Ja. Dus het is toch wel... Oké. Maar het is wel bijzonder, want zie je maar zelden bij een schaakcomputer. Klopt. Ik heb het nog niet eerder gezien. Nee, meestal branden gewoon het van- en naveld. Ja. Maar bij deze laat gewoon alle vier de velden zien. Dat is toch wel inderdaad apart. Ja. Nou, hij heeft zojuist C3 gespeeld. Ja. Op de C2 stond hij wat zwak. Ja, dan kan ik hier mooi dit veld nog extra dekken. En dan kan ik mijn dame en mijn paard eventueel bij de aanval betrekken. En mijn torens erbij gaan gebruiken. Die wil ik wel eens gaan activeren. De zwarte koning staat erg bloot. Open lijn. Hij speelt A6.
En nu speel ik. Het. Paard G3. Er komt iets van een aanval aan. Ja. Duurt lang, maar het komt heel van heel ver. Je bent wel verplicht potje te winnen. Ja, ik doe anders moet best. Ik de video vernietigen. Ik doe mijn best. En als ik verlies, dan kruip ik onder de tafel. Hij speelt de pionnetje op. Ja, dat had ik 10 zetten geleden al gehad. Hij schuift de stelling F, min of meer even dicht. F5. Weinig aan de hand misschien. Of heb je snode plannen? Nou, de partij is weer wat verder. Materiaal nog gelijk. Pionnenstelling, hein wat beter. Dus ook met de toren actief op de A-lijn. En ik ga paard van... staat mooi centraal. En ik ga eventueel mijn tweede toren over die A-lijn verdubbelen. Zwart heeft weinig dreigingen, tot niks, hè? Nou, hij dreigt hier pionnetje op te spelen, omdat hij misschien om dit zwak te maken. Misschien dat hij die G-lijn probeert open te maken. Zie je, daar komt hij al. Zie je dat? Maar ja. Dat heeft helemaal geen resultaat. Maar die sla ik niet, die speel ik gewoon op. F3. G3. Dan zal hij misschien wel H4 spelen. Dan speel ik weer die pion op. Is er niks aan de hand. Ja, zoals we al dachten. H4. Nou, het weinige wat hij heeft, zet hij wel in. Hij heeft natuurlijk die F-pion, ik kan niet afspelen. Zo meteen, moet even kijken. H4. Nou, slaan kan ik niet. De partij wordt genoteerd. Mark 6 heeft net F5 gespeeld. Een hele bijzondere set, wel een dreiging op de G-lijn. Geeft die pion op E6... onwaarschijnlijk op, waarbij tevens de zwarte toren in staat. Meneer Veldhuis, wat gaat u doen? Ik ga nog even nadenken over deze stelling. Want dit is cruciaal. Even kijken wat er gaat gebeuren. Gaat Mark 6 Hein Veldhuis foppen? Misschien. Het zou kunnen, hè? Ik speel tegen een wereldkampioen, dus. Oké. Okay. Komt ie hoor. Ja. Zo. Kijk, zie je wat hij doet? Hij gaat meteen mijn paard aanvallen. Ja. Nou ja, laat hem maar aanvallen dan. Oké. Hij heeft wel erg veel materiaal al geïnvesteerd. Ja. Tenminste. Twee pionnen is je al kwijt. Twee pionnen, ja. Dus paard slaat E6. Toren E7. Oké. Ja, dan gaat hij die andere toren erachter zetten. Straks. Eerst moet je je paard verdedigen. Interessant. Nou, Hein is inmiddels in zijn element. Koning F6. We gaan even het spel bekijken.
Nou, nou is hij eigenlijk helemaal verloren, want nou staat zijn koning ook nog helemaal buiten positie. Ik zie het, ja. Het was een slechte manoeuvre wat hij hier deed. Schaakjes geven. Ja, de situatie is duidelijk. Hij had zijn koning dus erbij moeten halen, maar dat heeft hij dus niet overwogen. Wit heeft 3 verbonden pionnen, zwart heeft 2 pionnen waarvan 1 op vallen staat. Ja, die gaan eraf. Oh, hij geeft schaakje. Ja, dat kan. Niet dat ik dat nou zo erg vind. Koning F6, toren. G6, schaak. Koning E5. Oh, die ging te snel, denk ik. Ja, hij pakt hem. Koning E5. Zullen we alweer schaak zetten? Mag hij. Dan houdt het op een gegeven moment ook op. Ja. Want ik loop er gewoon uit. Hij loopt naar C5. Ja. Ja, weer een schaakje. Was te verwachten. Ja. Toren. G5. Schaak. En nu, hè? Ja. En nu? Nu zal hij wel daar staan. G3. Hij nu verloopt de partij. Ik heb gewonnen. En even kijken. Elf. Ik zie dat wit erg goed staat. Ja. Ja. We gaan even het commentaar van de Mark 6 bekijken. En hij is niet gecrashed. Nee. Dit apparaat. We gaan even kijken. En is het waard? We gaan even kijken. Wat het commentaar is. Ik geef af, oké. Hein, ga je daarmee akkoord of wil je toch nog ik die dame? Ik ga een paar zetjes door. Even kijken. Doe deze. Kinderachtig. Kinderachtig. Ja. Even wachten. Dat is treiteren van computers. Koning B. Arme stakkers. Kijk, hij had die eerder op moeten geven. Niet nu, ik het ook wel. Nu moet die spitsroede lopen tot laatst toe. Nu doe ik. Wat doet hij? Even kijken. Hij is aan het rekenen. Waarover? Ja, ik weet het niet. Misschien ziet hij nog iets. Ah, komt hij aan. Deze, let op. Toren. Ja, dat is natuurlijk erg goed, hè. 1. Voorkomt de dame straks. Die gaat eraf, jongen, die dame. Geef het maar toe. Koning. C7. Je wil hem mat zetten? Nee, ik wil even kijken of ik toch kan promoveren. Die promotie moeten we nog even doorzetten en ja, dan is het afgelopen. Dat is voor het apparaat ook even heel goed om even te kijken hoe het hij daarop reageert op een promotie. Ja, zeker. Als ik het voor elkaar krijg. Hij is even aan het rekenen. Ja. Hij heeft erop gegeven dat... Ja. Het was wel 10 seconden per set. Die toetsen, Luc... Ja? Jouw MK5 is meer gebruikt dan die van mij. Weet je waaraan ik dat kan zien? Ja, ik zag... Aan die glimmende toetsen. Ja, ja, ja. Kijk, je kunt het hier zien. Kijk. Ja, voor jou is weinig gebruikt. Ja? Je ziet wel wat afdrukjes. Ja. Ja. Het is ook vooral deze cursor toetsen. Ja. Die ook vaak gebruikt wordt. Ja. Nou, wat heeft hij gezet? Kijk, hier wordt hij een beetje warm, Luc. Deze kant. Okay. Hier wordt hij een beetje warm. Daar ook? Ja. Kijk, hier zit er ook, ja. Ja. Maar hij wordt niet overdreven warm. En de onderkant ook niet echt. Nee. Dus ik denk dat hij gewoon in een koffertje kan. Ja. Het heeft gewoon niks met de warmteontwikkeling te maken, maar gewoon ouderdom. Dat hij, als hij een keer crasht. Ja. Voer de zet even uit, want dat was... Toren H7. Dat kan ook nog. Zou hij nou die pion moeten slaan, wil hij dat voorkomen? Ja, dat is ook nog een leuke variant. Dat is de enigste. Hij moet hem nu slaan, anders zet ik mijn toren ertussen namelijk. Ja. Dus even kijken. Dus dat is koning C7 toren. H7 schaak. Koning B6. Oh, dat is heel apart. Oh, dat kan ook, want dus pakt hij de dame met schaak. Nou ja, haal de dame even. Even kijken hoe je wacht dat even, doet. Wacht even. Dan zet ik mijn toren tussen. En dan gaat hij weer naar A1. Of H8. H8. Toren. Even kijken.
Even opschrijven. Toren H1. Toren C5. Werden dat die toren H8 speelt? Ja, dat kan, maar dan zet ik mijn toren tussen. Kan ook. Ik wil kijken of ik toch kan promoveren. Dat zal niet meevallen, want hij heeft allerlei dreigingen in continu. het enige wat hij heeft zijn alle schaakjes. Ja. Maar dan probeer ik iets te voorkomen. En? Hij geeft weer schaak. Nou zie je de klos. Ja. Let op. Dus ik kom er tussen. Zo. En nu gaat hij ruilen, denk ik. Nou is het afgelopen, hè? Ja. Ja. Dus je ziet het. Maar ik wil de promotie ook nog even zien. Uiteraard, want dat is even uitproberen. Koning F4. En dan gaat nu de dame gehaald worden. Ja. Kijken hoe die reageert op het scherm. Ja, opletten, hè? Ja. En nu moet ik aangeven wat dat moet worden, denk ik, ja, of niet? Ja, moet je het symbool van de dame. Zal ik maar een dame halen? Ja. Ja. Moet ik dan hier op drukken? Deze knop, denk ik. Ja. Hey, hij gaf iets aan valse dingen. Misschien aan de linkerkant? Of dit niet? Zijn de symbolen. Ja. We zoeken het nog even kijk uit. Kijk even in de handleiding. Want ik... hoeveel zetten heen? Dit wordt de 76e zet. Ja, en ik denk dat je een goede zet gaat doen. Ik denk het wel. En goed, dat kijk is in de zet? De zet om hem echt schaakmat te zetten. Mat. Duidelijk. Duidelijk. Oké, okay. Dat was hij. Namens Mark 6. Ja, dus wie is hier nou de wereldkampioen?